Goedemorgen deze morgen. Het was een fantastische nacht bij Kerven kamperen. Nou, kortom, de hele camping is hier. Schijnt blauwalg in het water te zitten en wat ik zo begrepen is dat de halve camping kort. Daan heeft de hele nacht gedaan, Helene is niet lekker. Niels en ik hebben gelukkig nergens last van. Misschien komt er nog, maar denk er niet. Gisteravond stonden hier een paar dames in de tent. En ook zo vanuit het niets. Leg maar wat aan. Op het toiletgebouw zaten er heel veel die moesten overgeven. Dus kortom, ze hadden hier wel bordjes neergezet voor met een waarschuwing. Nou, eventueel kans op blauwalg. Maar als je dan even gaat googlen en wat testen gaat bekijken, dan raden ze je dus af om het water in te gaan. Ik vind het trouwens wel vreemd, want het is best een groot water hier. En nou, wij hebben nog geen 20 dagen gehad waarin het goed 30 graden is. Dus, maar goed, het zal wel. Maar wij gaan even bijkomen van de nacht en van de chaos. Dus even wat dingen opruimen. En met de devil do the kid. Dus dat. Nou, het is niet zo'n goede morgen als anders. Nou, Niels, dan ga je straks over het IJsselmeer. Ja. En het Markermeer. En het Markermeer. En ik ga er toch een beetje filmen. Als ik niet ga spugen. Nou, Niels. We gaan meemaken of we zoetwaterkindjes zijn of niet. Ja, nog wel. Zolang er geen wind staat, valt het wel mee. Ja. Dan ga je ook minder hard. Ja. Nou, de handel moet getankt worden, anders daar komen we niet over. Niels, die kan dat. Ga ik hem aan deze doen? Hè? Aan deze? Ja, toch? Bij Niels zouden er nog in moeten. Ik kan het wel mee vol. Ja, maar ook. Ah, volgende week komen er dan toch veel boten aan. Ja. Wat oh, had hij al? Ja, deur. Krijg je nog meer zo nu? Die verplaatst ook een beetje water, hè? Ja. De boeien schrijft de hele hond op. Ja. Ja, de
Rijkswaterstaat. Andere opsporingsambtenaar, ik heb allemaal bekeuringen gegeven. Man lief is thuis, of thuis, is weer terug bij het honk. Dus een flink stuk over het IJsselmeer geweest en de Markermeer helemaal. Ik weet niet of dat het vertaald is. Ja, weet ik ook niet. Denk het wel, ik praat erin. Ja, dat is waar. En de wind staat deze kant. Dus. Er staat een stevig windje. Ja. Hebben we gemerkt ook op het Markermeer. Maar het was een hartstikke leuke... Leuk tochtje daar naartoe. In de mum van tijd stonden we aan de overkant. In een Enkhuizen. Ja, leuk om te doen. Ik zeg, volgend jaar gaan we weer mee. Een duur patiënt. Kets, wat leuk. Haakbal genoeg. Schnitzel en schaslik. Ik heb buiten de champignonnetjes al aanstaan. Ik doe schnitzel met champignon. Van het zin aan. Dus, Niels krijgt gehaktbal. Volkant en klaar. Van Weidenaar uit Dokkum. Die zagen er trouwens heerlijk uit. Dus ik ben wel een beetje jaloers op zijn gehaktbal, denk ik. Oh, ik doe lekker schnitzeltje. Dus Daan verkopen we niet wat aan. Dat valt niet, dag. De lotjes van Helene. Lotjes of lotjes? Patroon is lotje. Patroon is lotje. Nou, het is monnikenwerk geweest. Dat heb ik wel gezien. Ik aanschouw dat altijd vanaf de zijkant. En denk, nou, hoe ze doen we met gangs? Maar dat dus. De lotjes van Helene. Om de lampjes. We gaan nog een beetje... Van het leegsfeestje. Ja, er komt een beetje ketchup erin. Voordat je smaakt. Wat een smaak. En voor de kleur natuurlijk. Gewoon niet zoveel hoor, dat smaakt ook nog die sojaprubbel. Maar deze is erg lekker. Ja? Nou, verder geen poespas aan de champignons. Champignon ohne gedonder. Nou, eenmaal schnitzel ohne gedonder. De vlammen zweet, weet dus wat onder hoort. Dat was een hele dikke vette wind. De schnitzelmeister hemzelf. Eigenlijk moet daar nog een uitje door. Ja, kan, maar hoeft niet voor mij. Dat maakt het lekkerder. Ik heb een uienpoeder voor. Nee, doe maar niet. Gewoon zo. Nou, van alles wat. Zo. Oh, dat zit een verkeerde stoel. Het ruikt er wel lekker bij mij dus. Ja. Met een voet in. Waarom? Oh, Niels, die ziet er wel goed uit, die bal. Die drop of die kleine? Ja, dat moet jij weten. Die grote.
Lekker pindasaus erbij gemaakt. Ja. Nou, peren is smakelijk. Heerlijk. Geen gerolde kort, maar wel lekker. Dan ben je echt een Duitser. Ja, hè. Alles voor dat gesmek. Oh, dit is een richtige Duitse schnitzel. Ja. Guten Appetit. Het smaakt perfect. Mag ik iets aan toe te voegen? Ja. Ik ook niet. Nou, eet ze. Hans? Je vriend is er weer. Ja. Nog hem, dan is het dan. Dat is een jongen. Doe nog eens een keer. Nog een keer. Je spant gewoon je buikspieren. Nou, ben die andere band er ook nog? Ja. Nou. Die liggen nog in het water. Laat me kom. Pak ze zorgen. Tel heeft onze daar, die is weer beter, hè? Of niet? Ja, die is weer beter dan de paas, dus die gaat zo een beschuitje eten en dan. Dan is die er wel weer. Het is vanochtend een regenachtige morgen, maar volgens mij tot een uur of 10. En dan is het wel weer klaar. Volgens mij is het droog. Het is droog, ja. Ja, maar het zonnetje is er nog niet bij. Maar die komt wel. Het is vandaag vrijdag. Geen idee. Maar in ieder geval, we hebben er bijna 2 weken op zitten. En we hebben nog een week. Dus, maar het gaat altijd zo snel, hè? Helaas wel. Ja. Helaas wel. Dus, ik denk dat er vandaag veel vertrekken. Gisteravond waren er al veel mensen vertrokken van de camping. Misschien wel omdat het vanochtend heel veel ging regenen. Zoals gisteravond om 9:30 gingen er nog wat weg met de vouwwagen. Dus, dat kan ik dan ook nog snappen. Hè? Als je de vrijdagmorgen moet inpakken met een natte vouwwagen, dat is niet waar. Dus, nou, ik ga even aan de koffie. Ik zal de machine eens even wakker maken. Die is al wakker, alleen heeft al een bakje koffie, dus. Ja, gaan we nog wat doen vandaag? Gaan we nog wat doen vandaag? Ja, nou, ik wou misschien nog wel even naar Lemmer of zo toe. Ja, morgen is de markt, hè. Dan ga ik morgen heen. Nou, gaan we morgen weer. Oh, waar ik hem heen loop, geen idee. We kijken nog wel even wat we. Bolswat kan ook nog. Even kijken. Volgens mij is daar ook markt vandaag. Ja? Ja, maar niet gewoon de markt. Oké. Okay. Wij nemen de Starbucks, de Breakfast Blend. Die vind ik wel lekker, dus. Nou, dan moet ik even een kopje pakken. Alwaar Daan nog steeds in bed ligt. Nog steeds. Lekker te slapen, te doezelen. Dan neem ik mijn koffiemelk. En dat alles weer met één hand. Valt allemaal niet mee. Nou, ik doe er wat koffiemelk in. Zo. Dat is het wel weer makkelijk van die doppen. Je kan ze zo dicht doen. Nou, eens even kijken wat ik zo ga eten. Wat we zo gaan eten. Het is nogal een beetje een rare late morgen. Nou, hè. Want het is inmiddels 9:30 of zo, hè. Ik heb een record geslapen. Nou, inderdaad. Maar eerst maar eens even een bakje koffie. Hello, my son. Yo. Wakker? Heb je geprikt? Zo'n een bult. Oh, klootzakken, hoor ik. Ja. Dus, nou, goed geslapen? Ja. Ja. Niks nat? Nee. Nou, mooi. Nou, even wat eten pakken. Ja. Ja, wat drinken. Bindi snap. Ja? Dat is wel niet. Oh. Ik ben vanmorgen van de smeerdienst. Hoezo? Daar hebben we beschuit met pasta, jij een broodje kaas. Moet ik jou maar smeren? Nee, volgens mij. Oh, dat gaan ze zelf worden. Nee. Daar kan we eens morgen zien. Ik ook niet. Dus jij doet. Oh jee, wat heb jij een bult? Ja.
Er zijn er volgens mij 3 bij elkaar. Ik heb geen idee. Nog een in de tent. Ik denk de kast is. Dan moeten we nemen met de spuitbus erdoor. Ja, die moeten wij even halen. Tom, is dat hier nou wel, of niet? Wat? Nou, de. Mijn gif. De tent? Ja. Dan is alles. Kunnen we hier ook wel even doen? Hier stikt het ook. Hij is hier allemaal door op de grond liggen. Ja, maar nou, op de grond als prettend in me liggen. Precies. Dus, nou, dus dat. Nou, toch maar eens even wat doen vandaag, hè? Ja. Daan is eindelijk mee. We hebben hem zover gekregen. Hij wou niet, maar... En blij dat hij ervan wordt. Nou, goed. We gaan even in de lemmen kijken. Dus, vanochtend best een bui gehad. Inmiddels is het droog. Het is best wel warm. Korte broeken weer. Korte broeken weer, ja. Ik heb helemaal geen lange broek aan gehad. Deze hele vakantie niet. Dus dat is een goed teken. En dat gaat ook niet gebeuren als ik het allemaal zo bekijk. Nee joh, het blijft echt mooi weer. Blijft voorlopig mooi weer. Graadje 23, 24, ik vind het prima. Ja, het is wel bewolkt, dat is jammer. En helemaal nu het geen 30 graden wordt dat je niet kan zwemmen voor de deur. Nee, precies. Ja. Wij gaan even in de lemmer kijken. Ja, ik heb nog een kaartje gekocht. Oh, hoe mooi is die? Voor dat ding. Welk ding? De slinger. Oh, dat ding. Het heeft hetzelfde effect als gisteren. Dan gaat er nog een, ja. Ja, maar je gaat er nog wel in. Met jou. Niet? Jawel. Met jou, zegt hij. Oh, het is weer zover, hè? Je moeder moet weer wat passen. Oh, dat, over 2 uur zit je hier dan. Nou. Wil je wedden? Ja. Maar er zijn hier overal kotjes. Dus wij redden dus ons wel. Dus wij redden ons wel. Als het te lang duurt, dan gaan we gewoon ergens zitten. Als het goed is daar zo. Ja, hè? Ja. Ja, daar zit een kotje, hè? Dat ken ik. Een heel lekker braadkotje. Maar niet? Ja, maar we gaan straks even mooi zitten. En daarna? Een lunchje nemen. Dan gaan we er dan weer naar de camping, maar ik ben er ook al klaar mee. Ja. Dus nou, we gaan meemaken. Ja. Nou, een lunch, brunch, wat is het eigenlijk? Ja, een tussendoortje. Een late lunch. Nou, daar lekker tosti, daar ga je voor knappen. Of niet? Weet ik wel zeker. Smaakt het niet. Dat niet. Ja. Dat is lekker? Ja. Ja? Vol. Vol? Nou, dan zie je, hoe knap je ook. Zeg, rondje lopen. Rondje riem, potje wippen. Ja. Nee. Ja. Kijk er nog even naar de potse boek of niet? En hoe was de tosti tonijn? Ja, lekker hè? Ja, ik heb stiekem ook wat geproefd. Dat was erg lekker. Geproefd nog wel. Ja. Het is een halve broodje opgegeten. Oh, maar dat moet je niet vertellen in de vlog. Ja, dat is allemaal geheim. Je moeder was voor. En om dat dan weg te gooien. Ja, daarom. Dus, nou, maar ik heb mijn bordje zo leeg. Helemaal op. Dat was het lekker. Bij brasserie nummer 14 in de Lemmer. Die zit hierachter. Mag ik al schieten? Ja, dat denk ik wel. Nou, daar gaat hij. Is die geladen voor mij wel, hè? Ja. Alsjeblieft. Nou, welke ga je met links en middels of de rechts? Alweer een winnaar! Alweer een winnaar! Paal 3. Schiet de cowboy. 6 keer raar en win een superprijs. Dan 4. Dat is nog zwaar. Dat is 6. Oh,
niet geladen. Niet? Oh ja, hij krijgt er geen genoeg van de schietent. Even meedoen, even schieten! Van die Daan. Ik heb het nog steeds in me. Ja, Daan vindt alles stom van de kermis, behalve de schietent. Nou Daan, winkel 16.381. Ongeveer. Ongeveer, hè? Een aantal uren. Ja, en je moeder is nog steeds binnen. Ja. Ze komt, oh, daar komt ze aan. Nou, dat zou ook tijd worden. Ja. We hebben er inmiddels al wel honger van gekregen. Ja. Of niet? Oh, dat was een klein randje lemmer. En Daan heeft nieuwe broeken. Nee, ik heb vast al. Nee. Ik heb een trektrans. Oh, Daan heeft bij de schietent trekbunkers. Nou, doe eens. Is er echt eng eigenlijk. Trek op. Ja, voor wow. Ja. Nou, fantastisch, jongen. Dus Daan heeft trekbunkers. Dan moet ik wiep. Ah, wiep. Dus, nou, dat was een rondje lemmer. Helene heeft nog wat. Een truitje gekocht. De lunch zit erin, hebben jullie net gezien. Natuurlijk. Nou. En nu moeten we volgens naar de camping, want Barry en Chantal, die komen. Ja, dus nou, daar staat de trekbuffel en wij gaan richting de camping. Hoi, hoi. En ja hoor, daar zijn ze dan. Ja, nou wel mooi uitzicht, hoor. Ja, hè? Ik wil net zeggen, de buurman, maar ik denk morgen dat hij het uitzicht weer weg is. Nee, niet springen, ja. Mie Dug, het wordt echt een barregaandesbus. Nou, ik is vol om. Nou, hoe was de reis? Ja, nat, hè? Ja. Kijk eens, er komt allemaal blauwe lucht aan. Dus kijken. Tot en met... 9 was het hier. Net verkampen, te werd droog. Ja, dat had ik ook gezegd. Tot aan kampen. Toen zeiden we, oh, daar wordt het mooi blauw. Ja, nou, een blauwe lucht komt eraan. Ja, volgens mij blijft het echt mooi hoor. Iedereen uw Loarne zetten. Loarne op zijn camper, of vrachtauto, of wat ze ook maar hebben. Ik doe de koffie in, Barry. Ja. Dus, nou, Tinus is ook mee. Tinus? Hallo! Ik ga ook even plassen. Gaat Tinus mee? Nou, we gaan even een bakkie doen. Zeker. En dan gewoon mooi doorzitten, want we hebben maar veel hulen dus. Ja, dat is ja. Ook neem iedereen met. Ja, maar... Nou, aankomstdag. Ja, aankomstdag voor Barry en Chantal. Dus kortom... Water. Ah. Betaald met frikandellen. Ik denk wel inderdaad dat het wel iets knapper is. Ja, daarom dus. Nou, lekkere vette Zaanse mayonaise erbij. Hoppatee. Nu zit er een lekker broodje. Hamburger. Ik denk wel van Rijkswater staan met de schoen aan. Ja. Nou Daan. Daan is nog niks te pas. Je zit erbij alsof je nasi is. Ja, Daan zit erbij en er is nog niks te pas, want de frikandel smaakt het nog niet heel erg. Dus dat is geen goed teken. Jij mag hem hebben. Nou, daar hou ik je aan. Dat is een goed teken. Dat is een goed teken. Nou, daar komt de wasploeg aan. We hadden gewacht. We hebben wat bij elkaar ingedrukt. Oh, en de droger? Waren ze niet blij mee. Hoe we bij elkaar ingedrukt. Ja, één die was al klaar, dus kon de vrouw aan lopen, maar die wilde de wasdroger gebruiken. Sorry, moesten wij gebruiken. Hij twee drogers? Nee, één. Oh. Die andere wasmachine, die moest nog 10 minuten. Oh. En dat hebben we nou bij de droger bij ingedaan. En ik heb even gesorteerd waar ik wel aan hielp. Oh, zo dus. Nou. Maar die vrouw die vond het niet zo leuk dat wij het droger gebruiken. Oh, nou ja. Dat kan toch? Kijk, oh, het is een mooie vrijdagavond. De scootsjesjillen is ergens gebeurd, want er komen nog steeds werkschepen langs. Dan komt de klifrak komt er nog langs. Nou, daar zitten we dan, met de muts allemaal op. Onder de jaiko. Citronella kazen. Want wie wordt onbevred? Door de mum. Maar desalniettemin, het is nog steeds een prachtig mooie avond. Ginds wordt het, is het nog een beetje licht aan het worden. Licht aan het worden. Is het nog licht? Het wordt donker. Dus.
Er komt een borrel op tafel. Een chipje op tafel. Tieners houdt de wacht. Dus het is lekker weer. Aircootjes nat. En er zijn vreselijk veel muggen. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Hè? Zijn ze er? Wie? De muggen. Ja. Ondanks de Jaiko. Blijf lagen. Maar ik denk nog, nog eventjes en dan bent ze wel weer voor. Die honk in de bedemond, toch? Ja, dat denk ik ook. Jongens zijn in douchen. En het begint al mooi rustig te worden op de camping. Dat is echt winst. Bootjes liggen mooi te doveren. Nou, daar was ik weer. Dat was weer een video. Leuk dat jullie keken. Buiten is het herfst. In de vlogs is het nog volop zomer. Zoals jullie van ons gewend zijn, we lopen gewoon mega achter. Maar ik hoop dat jullie het geduld hebben. Komt er vanzelf allemaal op. De laatste tijd hebben we erg veel abonnees erbij gekregen. Vinden we echt super tof. Hadden we eigenlijk niet gedacht. Maar vinden we echt heel erg leuk. Dus ben je nog geen abonnee? Druk even op het knopje, op het abonneerknopje. En je mist geen enkele video meer van ons. Nou, nogmaals dank voor het kijken. Reactie vinden we leuk. Een duimpje vinden we ook leuk. En we hopen dat jullie er weer zijn bij de volgende vlog.